de stad Antwerpen bekijkt of de verkeerslichten op een aantal plaatsen weggehaald kunnen worden. Wij doen dat omdat we vaststellen dat er toch een heel aantal kruispunten er zijn waar dat voetgangers, fietsers, auto's voor de lichten staan te wegnemen. Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen die zo'n maatregel neemt. Er werd bijzonder uitgekeken naar de cijfers van Belgacom. Dominique Leroy moest de schandalen rond de vorige topman dat toen vergeten en Belgacom weer op de rails krijgen. En dat lijkt ook te lukken. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat zeer belangrijk is en het verheugt me zeker, ja. Ook de beleggers reageren enthousiast op de resultaten. Sinds de komst van Leroy is de koers van het aandeel met ruim 15% gestegen. Ik ben blij, ik heb veel geleerd persoonlijk. Ik heb de indruk, ik leer iedere dag. Ik ben wel een beetje moe, dus ik vertrek morgen op verlof. Nikki Aerts, onze correspondente in Jeruzalem in Israël. Wat heb je gezien? Het was de bedoeling dat we heel veel zouden zien. Wat merk je daar van het conflict? Dat is een heel moeilijke vraag. Wat jammer, de verbinding valt weg. Ja. Dankjewel, Nikki Aerts in Jeruzalem, voor je bijdrage. Een goeie avond. If they are serious about... Straks is de nieuwsdienst er op canvas met ter zake. Kathleen Kools vertelt ons wat er op het programma staat. Poolse arbeiders wonen in een echt Poolsdorp. Straks in ter zake om 8 uur op canvas. Ik heb nog het weerbericht voor u. Vannacht 3 keer sterweer. Morgen weer en zon. Dank dat u bij ons was. Mooie avond nog. En er zat iets zelf in een grote koelkast.